Al bijna 10 jaar ligt de Turkse Rahim Aksit op een kamertje in verzorgingshuis Bovenwegen in Zeist. Ze is vanaf haar nek verlamd, ligt aan een beademingstoestel en is daardoor volledig afhankelijk van anderen. Rahim gaat als gezonde twintiger op vakantie naar haar vaderland Turkije. Daar wordt ze ziek en belandt in het ziekenhuis. De dokters schatten de situatie helemaal verkeerd in en dienen haar de verkeerde medicijnen toe. Dit is de situatie, dus ze is eigenlijk niet echt beter op geworden. Ze wordt vanuit Turkije teruggevlogen naar Nederland en komt in Bovenwegen terecht. Inmiddels ziet ze het als haar thuis. Ze heeft ook heel veel momenten gehad van, joh, geef mij maar liever een spuitje. Want ik kan het niet meer aan, ik kan het niet meer accepteren. En nou goed, na een tijdje bouwt ze toch een beetje een vriendenkring op. En opeens hoort ze na 10 jaar dat ze hier weg moet. Dat is toch een shock voor de familie. Bovenwegen kan niet langer goede zorg garanderen. Rahim wordt binnenkort overgebracht naar een gespecialiseerd verzorgingshuis in Gorinchem. Maar de familie Aksit ziet dat helemaal niet zitten. Voor mijn moeder is het toch 2 uur rijden. Uit Soest om hierheen te komen met openbaar vervoer. Nou goed, ze is het toch een beetje gewend. Maar goed, nu moet ze richting Gorinchem. En dan zijn ze gewoon bijna de hele dag onderweg. Alles wat Rahim nog heeft is haar familie. Bovenwegen is letterlijk en figuurlijk haar leven. Omdat ik me hier veilig voel en vertrouwd. En de zusters zijn als een tweede familie voor mij. Directrice Bente Schotel van Bovenwegen is begaan met het lot van de familie Aksit, maar ziet geen andere oplossing dan Rahim over te plaatsen. Ze zocht stad en land af naar verpleegkundigen die Rahim de klok rond kunnen verzorgen. En het resultaat was, om dat te kunnen doen, dat we personeel moesten inhuren van ver buiten de grenzen van Zeist. Dat hebben we gewoon gedaan. Dus daardoor hebben we absoluut de kwaliteit kunnen handhaven. Maar u begrijpt dat als mensen van Boxweer komen of uit België, dat dat niet een mogelijkheid is om dat voor lange termijn te doen. Een afscheid lijkt dus onafwendbaar voor Rahim. Directrice Schotel begrijpt heel goed dat de familie Aksit daar boos en verdrietig om is. Maar ze kan niet anders en ze benadrukt dat de hele situatie ook op haar veel indruk maakt. Daarvoor ben ik uiteindelijk niet op deze wereld gezet, om mensen zoveel pijn te moeten doen. Nee, vind ik lastig. Maar met mooie woorden koopt de familie Aksit helemaal niets. Volgens broer Mustafa is het een kwestie van bezuinigen. Niets meer en niets minder. Zijn zus kost Bovenwegen te veel tijd en te veel geld. En daar weigert hij zich bij neer te leggen. Ik bedoel, we zijn echt bereid om echt tot de gaatje te gaan. En we zullen wel zien wat eruit komt. Maar we laten ons niet kaas van het brood eten, zeg maar.